En dat de adoptie netwerk geïnfiltreerd waren door pedofiele netwerken. En dat moet een keer transparant op tafel wie wat heeft gedaan. En ja, het is leuk allemaal transparant op tafel, maar het zal je kind maar zijn. En moet stoppen. Maar om het zal gewoon maar in door die bij wat er bij de Belastingdienst fout is gegaan, jouw kind uit huis geplaatst is. In één keer val je in die wet. Jij weet niet waar dat kind heen is gegaan. In één keer val je binnen die 6 maanden of een jaar. En val je dus in de wet van. Ja. Eigenlijk dus van adoptie. Maar ook. We zijn een beetje uitge. Ook een beetje emotioneel, ja. Ja, ik weet het. Mij trekt altijd het bloed uit mijn handen, ja. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Roelie Post. Welkom. Dankjewel. Jij bent politicoloog en werkt vanaf 83 voor de Europese Commissie. Onder andere in Roemenië. Voor Roemenië. Ik werkte in Brussel, maar ik ging vaak naar Roemenië. Het werk was voor Roemenië. Voor Roemenië. En in 2008 richtte je een organisatie op Against Child Trafficking. Mm-hmm. En hiermee strijd jij tegen interlandelijke adoptie, die gelegaliseerde kinderhandel. Die jij gelegaliseerde kinderhandel noemt. Correct, ja. Daar gaan we het eigenlijk heel deze uitzending over hebben. Mm-hmm. Waar ligt die lijn? Ja. En dat is eigenlijk ook jouw levenswerk inmiddels geworden, volgens mij. Ja, vanaf 1999, dat is toch al 24 jaar bijna, toch? Ja. Ja, het was maart 1999, dat is dan 24 jaar nu. Dat is al een hele tijd, hè? Mm-hmm. Je hebt ook dit boek, Romania for Export Only, The mm-hmm. Untold Story of the Romanian Orphans. Ja, dat heb ik geschreven een aantal jaren. Het is eigenlijk een soort dagboek van mijn werk. Want ik wilde mensen laten zien, het verhaal vertellen van wat erachter zit, wat er gebeurt achter de schermen van de politiek en van de internationale organisatie en samenwerking. Ik wilde niet te veel mijn mening daarin leggen, dus ik heb eigenlijk een dagboek bijgehouden. Ook echt vanaf het begin van het werk, toen een van mijn hoogste bazen, Catherine Day, die zei van, Roelie, als dit ooit voorbij is, dan moet er een boek komen of een film. En toen zei ik, ja, dat weet ik niet, als ambtenaar een boek, dan word je meestal ontslagen. Toen zei ze, niet in dit geval hoor. Dus toen ben ik echt gaan bijhouden wat er gebeurde elke dag. En daar, in plaats daarvan heb ik dan het boek geschreven. En gewoon de lezer meegenomen van, ik begin aan een baan en ik weet er niets van af. En wat ik dan ontdek en wat ik lees en wat ik bestudeer en wat ik tegenkom. En dan, ja, dan als je naar als ik misschien de inhoud mag zien, dan zie je heel goed hoe het verloopt, het boek. Want het is een boek wat ik per jaar heb geschreven. En hoeveel jaar heb je het bijgehouden? Ik heb het bijgehouden van 1999 tot 2006. En dan zie je in 1990, dat heet de crisis. Want toen was er gebrek aan geld om de kinderen hier het huis te financieren. Dus er was letterlijk honger in de tehuizen. Dan jaar 2000 is voorwaarts, gaan we vooruit. Jaar 2001 is change, verandering. 2002, progress and resistance, vooruitgang en verzet. 2003, EU know-how, onze kennis. 2004, children rights are law, kinderrechten zijn wet. 2005, guerrilla oorlog. En 2006, open oorlog, open war. Dus het geeft aan dat hoe wij de kinderbescherming hebben als Europese Unie, Europese Commissie, samen met de Roemenen, hebben hervormd, we hebben het gefinancierd, we hebben het opgezet. Het ging beter. We hebben de grootste kinderthuizen en de kinderbescherming geholpen de grootste kinderhuizen te sluiten en de kleinere tehuizen op te zetten of pleeggezinnen, zoals we dat in andere Europese landen en in Nederland ook kennen. En echt ging alles beter, maar de interlandelijke adopties, die ook deel waren van het Roemeense systeem, die moesten stoppen. En daar is zoveel verzet op tegengekomen dat uiteindelijk dat een open oorlog leidde eigenlijk tussen de belangrijkste partijen in de wereld. Maar even terug naar het begin proberen. Van, jij komt op die post terecht. Mm-hmm.
op dat moment volgens mij speelt er ook dat de Europese Unie wil Roemenië bij de Europese Unie krijgen. Officieel was het andersom, dat Roemenië erom moest vragen. Maar het was natuurlijk internationaal gezien dat de opzet was om de Oostbloklanden bij de EU te krijgen. En dan kom jij op dat onderwerp. Ja. En dan kom je eigenlijk volgens mij op de kern van de vraag van vinden wij dat wij de kinderen uit Europa, mogen die verkocht worden of mogen die voor adoptie aangemeld worden? Volgens mij is dat de kernvraag. Dat is de kernvraag. Waar we op stuiten was krantenberichten dat er er waren een nieuwe wet in Roemenië vanaf 1998. En toen gingen de adopties van een paar honderd kinderen omhoog per jaar met 500 of 1000 kinderen. Dus binnen 2-3 jaar gingen er 3000 kinderen per jaar uit Roemenië naar Amerika en Europese landen, Canada, Australië. En 3000 kinderen voor een land met 18 miljoen inwoners, dat is nogal wat. Dat zijn 10 kinderen per dag ongeveer. Maar de naïeve... iemand voorstellen. Oké, adoptie. Dus die kinderen zullen het wel slecht hebben. En dat die zullen het daarna beter krijgen. Dat is natuurlijk het idee. Dacht ik ook. Ik kwam net zo binnen. Wat is daarop tegen? Dus dat is toch allemaal goed bedoeld. Dus dat zijn kinderen in kinderthuizen. Ouderloos door omstandigheden. En dan min of meer offert iemand zijn leven ervoor op. Ja. Een ander gezin. Om dat kind te helpen. Dus bij mij zal er geen alarmbel aangaan. Ik zou denken... Dat bij mij in het begin ook niet, goed, hoor. Ja, dat is een goed iets. Ja. Iedereen wordt daar beter van. De eerste keer dat ik in het tehuis was, ze zeiden van deze twee jonkjes gaan volgende maand weg. Eén gaat naar Frankrijk, één naar Italië. Toen dacht ik wel van, god, waarom niet samen? Want we waren echt vriendjes. Ja. Hè? Maar in het begin had ik ook net diezelfde kijk daarop. Van, het is iets goeds, het is een sprookje bijna, hè? Tweede kans. En goed. Maar wij kwamen er al heel snel achter dat het gewoon handel was geworden. En er waren catalogussen met kinderen erin. En die kinderen die hadden ouders. En die ouders werd eigenlijk het bezoekrecht ontzegd. Zodat die kinderen vrij kwamen voor adoptie. Dus kinderen in tehuizen, net als hier in Nederland, die hebben wel ouders. Er zijn heel weinig weeskinderen. En meestal kunnen die ouders tijdelijk niet voor hun kinderen zorgen. En dan komen ze één keer in de week op bezoek of elke dag of één keer in de maand. En daarna, zo gauw het weer beter gaat, gaan de kinderen terug. Maar in Roemenië was onder politieke druk, want ze wilden, er was heel veel vraag naar die kinderen. Omdat in 1990, na het afzetten van de president Ceausescu. Waren dus beelden gekomen in de media van hele dramatische toestanden in de kinderthuis, waar kinderen onder voet waren, niet gekleed waren. Vastgebonden. Vastgebonden, alles wat je maar kunt voorstellen. Dat is verschrikkelijk. Dus uit de hele wereld wilde men die kinderen adopteren en kwam ook van overal. En er waren nog geen wetten, dus dat ging allemaal. Je gaf hier een paar sigaretten en daar een fles drank en nog eens wat dollars. En dan kon je wel de grens over. Nou, dat liep dermate uit de hand dat het gewoon duizenden kinderen, dat Roemenië ook zei van, oh stop, dit is een nationale tragedie. Want er kwamen ook steeds ouders die zochten hun kinderen. Hè? Dus toen heeft de internationale gemeenschap gezegd, we moeten dat goed reguleren. Er moeten regels zijn welke kinderen geadopteerd kunnen worden. Kinderen die vrij zijn voor adoptie en hoe dat wordt geregeld. En hoe ze dat hadden geregeld, was dat onder druk van de Verenigde Staten. Hadden ze een abandonmentwet, een verlatingswet. Dat als ouders hun kinderen 6 maanden niet hadden bezocht, dan werd een kind vrijgemaakt voor binnenlandse adoptie. En als ze na 2 maanden, geen 60 dagen, geen lokale Roemeense familie zich had gemeld, dan kwam het kind op een lijst voor interlandelijke adoptie. Nou, dat klinkt toch natuurlijk al heel veel nest hier. Dat klinkt wel heel veel nastier. En de realiteit was nog veel meer nastier. Omdat dat geld dat met die adopties kwam, dat kwam dus met geld. Hè. Mensen betalen formeel voor de diensten van een advocaat, notaris, et cetera. Maar er ging ook altijd heel veel geld onder de tafel. Ja, en dan moet je echt wel denken aan
aan tussen de 4.000 en 10.000 en later zelfs 16.000 of 20.000. Ik heb zelfs gehoord van een adoptie van $53.000. Dus ja, dan wordt het handel. Dat is handel. En dat was in een tijd dat Roemenië, nou, die mensen verdienden gemiddeld iets van 300 of 500 dollar of euro, net dollar spraken we toen nog van, per maand. Dus als je dan praat over bedragen van 10.000 of zelfs 50.000 voor een kind, dan weet je wel dat het fout gaat. Dus het liep echt heel snel uit de hand. Maar hoe komen ze aan zo'n regel van bij 6 maanden bezoek? En terwijl jij zegt, dan was het dus eigenlijk ook nog dat bezoek ontzegd wordt. Zodat dat op een gegeven moment dus inderdaad aan dat half jaar voldeed. Mm-hmm. En dan die kinderen dus op de adoptielijst kwamen. Nou, dat begreep ik toen ook niet. Maar nu zoveel jaar later en zoveel ervaring later en zoveel bestudering. Dus is een fundamenteel verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Of de rest van de wereld zelfs. En wat is het verschil? Er is een verdrag voor de rechten van het kind. En dat hebben alle landen van de wereld geratificeerd. Behalve één land. En dat is dus de Verenigde Staten. En dat is op zich al een shocker natuurlijk. Want ze hebben wel mee onderhandeld aan het verdrag, maar ze hebben het nooit geratificeerd. Nog steeds niet. En elke nieuwe president die komt, Clinton heeft getekend. Maar daarna, elke president, Bush en Obama. Iedereen zei van, dat gebeurt nooit. Dus daar zijn andere machten aan het werk. Maar als Clinton het heeft getekend al, dan was het toch gewoon... Maar je moet het ook nog ratificeren. De Senaat moet het dan nog goedkeuren. En dat is niet gebeurd. En dat is een beetje een grijze situatie nu. Want eigenlijk, volgens mij puur juridisch, moeten ze zich er gewoon aan houden. Want je hebt het al getekend, dus je hebt de intentie al gegeven. Maar juridisch lappen ze dat in hun laars natuurlijk. Daar is Amerika vaak wel heel goed in. En Amerika, toen Oost-Europa viel, laat maar zeggen, toen zijn de Amerikanen meteen gekomen en met hun invloed. En de Europeanen zijn aan de andere kant gekomen. En voor zover ik kan zien, heeft dat eerst een beetje langs elkaar heen gewerkt. En vooral Amerika heeft toen druk gezet. Die heeft gezegd, die kinderen moeten vrijkomen na 6 maanden. Want in Amerika is kinderbescherming, na 18 maanden worden kinderen, als je na 18 maanden je kind niet terug kan nemen, dan wordt het kind vrijgemaakt voor adoptie. Jezus, ik heb dat nooit geweten. Nee, maar dat wie weet dat ook. En wij kwamen er daarachter dat en in Amerika, want dan zou je kunnen zeggen van, waarom zou je dat dan doen als Amerika dat zegt? Nou, dat komt onder voorwaarden. In 1993, Roemenië was zich aan het opwerken uit een hele moeilijke periode en kreeg veel hulp daarbij. En Amerika had aangeboden van, we kunnen een verdrag tekenen van de most favored nation. Dat houdt in dat je betere handelsvoorwaarden krijgt. Waardoor je je rijkdom en je toegang tot alle markten kan toenemen. En daarvoor heeft Amerika toen gezegd, als je dat wilt, dan willen wij die abandonment law, want dan kunnen we meer kinderen adopteren. En toen kwam jij daar te staan. Een paar jaar later kwam ik. En toen was het alweer een stapje verder gegaan. Dat is nog een Haags verdrag aangenomen in Amerika, die dat allemaal ook legaliseert. In 1998. En in 1990 werd ik dus aangesteld om een project op te gaan zetten met de Roemeense overheid. Van 50 miljoen euro ongeveer. Dat is een multi-annual project. Nou, best flinke. Dat is een flink bedrag. Dat bedrag. Is een heel groot bedrag. Dus we nemen het als EU gewoon serieus? Nee, het heel erg serieus, want we waren als EU compleet. We lagen onder vuur van NGO's, van individuen. En die druk zetten op het Europees Parlement. En die zetten druk op ons. Dus op een gegeven moment zeiden wij van, oké, we gaan het oplossen. Hè. De Europese Commissie zei, we maken het als voorwaarde voor de toetreding tot de EU, gaan we dat probleem van die kinderen oplossen. Dat houdt in dat de grote kinderthuizen worden gesloten,
dat er een moderne kinderbescherming wordt opgezet. En dat uithuisplaatsing de laatste optie wordt. En dat er dus ook hulp aan families is, want dat is het allerbelangrijkste. En we hebben een meerjarige campagne opgezet. Nou, dat is echt ook heel groot. Om echt aan de hele bevolking uit te leggen wat kinderrechten zijn. En wat dat in de EU betekent. En dat het dus inhoudt dat kinderen, dat je altijd werkt naar het terugplaatsen bij de ouders. Dat ouders recht hebben op ondersteuning als ze het moeilijk hebben. En dat de meeste problemen tijdelijk zijn. Dat permanente oplossing zoals adoptie, waar je kind voor altijd kwijt bent, dat moet een extreme uitzondering zijn. En dat is geen kinderbescherming. Kinderbescherming is niet dat je zegt van oké, ik ga het kind beschermen en geef het aan andere ouders voor altijd. Ik snijd de bloedband door. Dus ben je ook contact met de opa's en oma's, je neefjes en nichtjes. Ja, je haalt een kind compleet uit zijn omgeving. Als je dan ook nog in een ander land doet. Ja, omgeving, land, land. En in het kinderrechtenverdrag staat er ook dat interlandelijke adoptie dat mag. Mag een land overwegen, maar alleen als je in het land zelf helemaal geen optie hebt om voor het kind te zorgen. Als een soort laatste, allerlaatste redmiddel. Het Haagse adoptieverdrag, Den Haag, hè? Nederland. Dat, toen ik dat de eerste keer hoorde, ging bij mij meteen zo van Den Haag, hoezo? Ik dacht meteen van, het is mijn land. Ja. Hier moet ik meer van weten. En het Haagse adoptieverdrag, dat verandert het een klein beetje. Dat kinderrechtenverdrag. Die zegt van, een goede oplossing voor kinderen is alleen als het permanent is. Dus als het adoptie is. Of als ze teruggaat naar de eigen ouders. Maar een tehuis of een pleeggezin, dat is geen permanente oplossing. Dat klinkt in het begin ook heel logisch. Hè? De eerste keer dat hoorde, dacht ik ook van, nou ja, ja goed dat bedoeld. Zit ook wel wat in. Ik, ja. bedoel, dat, ik zou het ook beter vinden dat mijn kind gewoon. Maar dat is als je dus geen ouders hebt. Maar als je wel ouders hebt, dan houdt permanent zijn in dat je die ouders kwijtraakt, die ouders jou kwijtraken. Heel venijnig. Dat is heel venijnig. En na een paar jaar zagen we dat het resultaat dus heel sterk. En toen heeft de Europese Commissie... Dus de Europese Commissie is zoals een dagelijks bestuur van Europa, laten we zeggen, met commissarissen, een soort ministeries, dat heet directoraat-generaal, voor landbouw, voor visserij, voor energie en voor uitbreiding. Dat is die nieuwe landen die bijkwamen. Die hebben dan een commissaris, politiek verantwoordelijke. En ik wou nu net zeggen, de huidige Nederlandse commissaris is. En toen dacht ik van, wie is dat eigenlijk? Maar dat is natuurlijk Frans Timmermans. Oh, die kennen we. Die kennen we. Die hebben we vaker. Ja, hebben we vaker nog gehoord. Dus zo werkt het. En de commissaris die destijds verantwoordelijk was voor dit uitbreiding was een Duitser, Günther Verheugen. En die begreep dit onderwerp eigenlijk heel snel. Ik had een goede brief ingekregen natuurlijk. Hij had ook zelf de brochures gezien met de kinderen, hoe ze werden aangeboden. En hij realiseerde zich ook heel sterk de risico's die eraan zitten als kinderen zo over de wereld gaan. Want niet iedereen is goed. En, hij heeft goede intenties. Die heeft goede intenties. En kinderen kunnen ook dus verdwijnen voor hele andere dingen dan adoptie. En daarvan hebben we ook wel de bewijzen gevonden dat dat erachter zit. Daar kwamen we heel snel achter dat dat bij de adopties heel veel hooggeplaatste mensen betrokken waren. Die allemaal een zekere bescherming genoten door hun positie. En dat de adoptienetwerk geïnfiltreerd waren door pedofiele netwerken en andere niet gewenste gruwelijk, maar gruwelijkheden. Dit zie je op social media behoorlijk veel mensen daar zich heel grote zorgen over maken. Ja. Maar dit valt toch ook in de wat we tegenwoordig dan maar de wappiehoek zeg maar noemen. Van ja, mm-hmm. Dat is conspiracy en dat is een kletsverhaal en dat klopt helemaal niet. Ja. Maar dit is dus wat jij diep in deze materie toch tegen bent gekomen. Ja, niet alleen ik. Dat was, wij kregen die informatie ook vaak via de Europese Commissie en onze delegatie in Boekarest. Een soort ambassade. Die was in contact met de ambassades van de lidstaten. En daar kwamen die verhalen. Dus dan hadden we een coördinatievergadering. En die zeiden dan van, ja, wij hebben
wij hebben een adoptie op het laatste moment kunnen stoppen. Omdat wij weten dat dat een iemand is met een pedofiel verleden. En, dat is toch afschuwelijk? Ja. En er waren ook andere... Weet je, er zijn ook andere dingen. Ik kreeg heel meteen de verhalen over kinderhandel. En ook voor pedofilie natuurlijk. Of natuurlijk, dat is al erg dat ik dat zeg, hè? Natuurlijk. Ja, het is voor mij... Ik kan me ook gewoon nog steeds voorstellen... of ik wil dat misschien waarschijnlijk hopen... dat dit een conspiratieverhaal is, zeg maar. Omdat ik er gewoon niet aan kan. Ja, nee, ik... Weet je, helemaal in het begin... want ik ging dan zo'n 8 keer per jaar naar Roemenië... 1 tot 2 weken. En dan de weekenden gebruikte ik dan... om elke keer naar een ander deel van Roemenië te gaan. En dan gingen we alle kinderthuizen langs... en praten met onderwijzers, met de politie, met het ziekenhuis. Gewoon dat je een beetje beeld krijgt van de samenleving van... niet alleen die kinderthuizen, maar wat kunnen we? Wat gebeurt er? En dan waren er altijd vaak mensen die zeiden van... ja, er gaan ook kinderen voor orgaanhandel. En dan dacht ik echt van... ik wil het helemaal niet weten en het is voor mijn werk niet belangrijk... maar ik kan het ook niet geloven en ik wil ook niet dat het waar is, weet je? Dat, hè? Nee, in zo'n wereld leef ik toch niet. En ik heb het al... en weet je, ik moet gewoon iets goeds opzetten... en dus oogkleppen op. Maar als je dan een paar jaar langer meeloopt... op een gegeven moment kwam ik in een gebied... bij een kinderhuis en de directeur die nam een beetje apart... en die ging wat zachter praten en die zei van... ja, weet je, het is maar goed dat die adopties zijn gestopt... want voor Israël bijvoorbeeld moesten we voor die kinderen eerst 14 buisjes bloed afnemen... en opsturen naar een laboratorium in Israël voordat ze een besluit namen. Ja, ik begrijp niet eens waarom. Dan houdt in dat ze dus kinderen zoeken die ergens mee matchen. Ik ben daar dus zelfs dom voor, zeg maar. Ja, dus dan zoeken ze een donor echt. Ja, en weet je wat... Ja, en toen ik dat hoorde... en ik was toen al vier jaar on the job. Dus ik was al een beetje... ervaren in de verhaal. Dus hè, ik was al niet meer zo bleu. Naïef. Ja, naïef. En het... Nu hoor ik nog steeds... Ik heel recentelijk sprak ik met een jonge vrouw... die in dit huis is opgegroeid. Die ik ken vanuit die tijd. En met sommige van die mensen ben ik in contact gebleven. En dat is best wel heel bijzonder ook... In het begin zei ik wel eens van, nou nog even, dan ken ik alle 600 kinderthuizen bij naam. En aan het eind zei ik van, nog even, dan ken ik al die kinderen bij naam. Dat is helemaal bijzonder. Maar goed, ik ken haar nu dus al 20 jaar. En ze is nu midden 30. En zij vertelde mij deze week dat ze zich herinnert dat er, toen ze 8 werd, dat er werd gezegd van, als ze je willen adopteren... In Italië, dan moet je zeggen nee. Want ze zoeken daar ook kinderen. Omdat ze kinderen hebben die organen nodig zijn. En dan zoeken ze kinderen hier. En dat moet je niet willen. Voor een ziekte, voor een ziek nou, kind. Dan kun je een nier afstaan. Of een, aan een ander ziek kind hier. Ja. En ik kon me dat niet voorstellen. Maar ik heb het nu van 3 verschillende partijen heb ik de bevestiging gekregen. Want het echt gebeurde. Dus. En de verhalen, het is een... Ja, je kunt zeggen het is een broodje-aap verhaal, hè, wat we dan zouden zeggen. Maar het komt steeds terug en het lijkt mij toch echt wel waar te zijn. En de bewijzen die je ook ziet in de studies. Maar er is wel een patroon. Dus aan de ene kant zie je, wordt er altijd gezegd van we moeten het reguleren en dit en dat. En aan de andere kant wordt ontkend. Dus het gaat altijd op en neer. Van zo gauw iets wordt ontdekt... Dan is er een groot schandaal en dan komt er een onderzoek en dan wordt er gesteld... nou, er is eigenlijk helemaal, het bestaat niet. En dat gaat op en neer, het is een strijd. Maar het is, ik heb genoeg gezien dat ik weet dan dat die belangen er allemaal zijn... en dat die in alle landen zijn. En er is een industrie, er is een vraag, hè? Daarnaar, naar organen en naar kinderen. Dus, ik ben er echt even helemaal stil van. Wat, Ja, maar het is... Dat was ik ook en dat ben ik echt nog... Ja. Er is veel meer welwaar dan we denken. En het is natuurlijk ook wel een strategie om te zeggen dat het allemaal wappie en zo is. En dat wil niet zeggen dat ik alles geloof wat ik ook maar hoor. Maar als je kijkt, dan zijn er toch wel patronen die altijd terugkomen. En nou, we hebben natuurlijk bij Epstein... Nou, ik wou net, je haalt me de woorden de mond, letterlijk. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook heel lang... dat leek mij ook...
toch wel echt een heel far-fetched verhaal. Dat er een soort eiland zou zijn. Ja, zeg maar. Dat, ja. Weet je, dat je denkt, ja, dat is een scriptschrijver die dat bedenkt. Ja, nou, ik had dat ook. Want doordat ik in deze materie zat en dus heel veel... Ja, ik heb zoveel mensen leren kennen. Ja. En al heel snel begonnen mensen ook over die Epstein-affaire. En ik had ook zoiets van, nou, jongens, ik weet het, het lijkt me een beetje te... En dan, beetje bij beetje komt het toch, want ik volg het al jaren ook. Als die namenlijsten uitkomen en zo. En dan zie je toch van, ja, het is bizar. Maar het is er dus gewoon. Jezus, ja. Ja, dan even terug naar proberen het verhaal even op te pakken. Want jij bent daar in de EU, heb jij daarvoor gevochten. En tegen haaks kwam je te staan tegen de VS... Ja. Hoe is dat geëindigd? Heb jij daar echt een deuk in een bakje boter kunnen slaan? Of? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Meer dan een deuk in een bakje boter. De Duitse commissaris was heel sterk van mening, dit moet stoppen. Een aantal hoge ambtenaren rondom, die was het daar echt niet mee eens. En die, for whatever reason, of ze werkten nog voor hun land... Of ze aan een persoonlijke mening, dat weet ik ook niet, kan ook. Maar eigenlijk heeft de commissaris tegen alle regels in, informeel mij direct aangestuurd. Dus dat was gewoon een beetje een onaangename situatie. Maar daardoor ging ik ook naar veel te veel, normaal gesproken, alle vergaderingen op hoog niveau, het Europees Parlement, de ministerraad, daar gaat dan de directeur naartoe, of de directeur-generaal. Maar in mijn geval was het elke keer van, oh, Roelie moet maar gaan, want die houdt zich tenminste aan de lijn. Dus ik werd een beetje te bekend eigenlijk ook, nadat ik eigenlijk maar gewoon een klein ambtenaar was. En in 2002 al kreeg ik bijvoorbeeld rechtstreeks een brief van de Amerikaanse ambassade gericht aan mij. En ook nog met de tekst erin van, we think you are the person we have to send this to. Dat was echt zo'n beetje van... En dat ik echt dacht van... We weten waar je zit. Van, ja, precies. Dat ik echt dacht van, help. Ik ben gewoon maar Roelie hier. Ja, ik ben Roelie en ik heb gewoon een moeder en ik heb een kind en zo. En ik heb het eigenlijk hartstikke helemaal geen tijd voor deze dingen allemaal. Dus maar serieus, dat was best wel heel... Ik voelde dat echt heel intimiderend. En ondertussen wist ik van dat de hoge plaatsen mensen betrokken waren in die adoptiebureaus. En al het geld en die druk werd gewoon zo groot dat ik toen eigenlijk gezegd heb van... Ik tegen mijn hiërarchie van, ik wil van deze baan af. Dit wordt mij een beetje te heftig. Ik kan dit echt niet aan. Maar toen heeft de secretaris-generaal mij overgehaald en gezegd van... ja, maar weet je, jij kan dit, jij weet dit en wij staan achter... wij geven je een rugdekking en je kent het. Dus ik ben gebleven. Maar je had natuurlijk ook zoveel kennis. Ja, ik had in de eerste 3 jaar... dus inderdaad, ik had heel snel begrepen van hier is iets helemaal fout... En ik voelde me echt zo van... dat ik helemaal niet wist dat je ergens liep in een wereld van... ik dacht, ik heb geen idee... Wat waar is, wat waar is, wat niet waar is wie, hoe is hoe. Dus ik ben echt het gaan mappen van... Ik heb iedereen gevraagd van wie is dat. Ik heb kaarten gemaakt en dingen geschreven van wie hangt me dat en zo. Om te weten van wat is hier aan de hand en welke krachten en machten zijn er aan de hand. Maar ondertussen ook, dus ik kan me heel goed die persoonlijke meltdown voorstellen vanuit zo'n druk. Hmm. Maar de andere kant ben je voor zoveel kinderen... Ja, het is heel oneerlijk, jij je er zo mee bemoeit... ben jij natuurlijk voor hun de redder of de moeder. Of hoe moet je dat zien? Nou ja, we hadden hele teams. Hè, dus het was niet dat ik daar zo ik stuurde samen met de delegatie en de Romeinse staatssecretaris... hadden we grote teams all over the country. Maar het was wel een verantwoordelijkheid die ik wel heel persoonlijk nam. En ook van de commissaris moest ik het ook... Die zei ook, jij moet het persoonlijk op toezien. Dus met elk contract ging ik persoonlijk er naartoe om te kijken of het goed kwam. En ik weet ook nog wel dat een paar jaar later wilde ik er weer mee ophouden. Dat toen mijn eigen dochter, die inmiddels ook een keer mee was geweest. En ook die kinderen, een aantal van die kinderen had gezien en bezocht en zo. En toen zei ik van, ik hou er mee op. En toen zei ze tegen mij van, maar wie moet er dan voor die kindjes zorgen? Ik zeg, ja, iemand anders dan maar. Toen zei ze, nou, ik denk dat je dat maar zelf moet doen. Dus ja, toen heb ik er weer aan toegegeven. Maar niet, dat wil ik niet bij haar neerleggen hoor. Want dat was natuurlijk mijn besluit. Ja, maar is het... Aan de ene kant wil je verder. Nee, was het vervangbaar? Nee, ik denk dat het heel goed is dat ik ben gebleven. Want ik heb mijn kennis opgebouwd. En ik was onwrikbaar. En dat werd mij dus ook...
verweten. Nou, verweten. Dat ik weet nog een Engelse directeur van bij ons in de Europese Commissie te zeggen, tegen mij zei, dat is best wel heel erg eigenlijk. Hij zegt wel, you are so stubborn, must be because you're Dutch. Ik zeg, pardon? Het is een soort van gouden regel binnen de EU, dat je elkaar niet op je land gaat, weet je wel? Ja, gaat dissen. Ja, van al je Italianen doen dit en dat. En hij zei van, must be because you're Dutch. Ik dacht, nou. Maar goed, misschien was het dat, dat weet ik niet. Maar ik heb heel gauw begrepen. Ja, ik had politicologie gestudeerd. Waarin ik me ook had toegespitst op politieke economie. Dus van hoe werkt de kracht van de samenleving in de economie? En NGO's en zo. En staatsactoren. En hoe werkt dat en hoe zou het moeten werken? En ik had heel gauw door, hier is iets helemaal mis. Want de grote NGO's hadden echt Roemenië overgenomen. Kan je er een paar noemen? Of... Ja, nou, dat is niet zo. Dat was, dat waren echt kleinere. Het was voornamelijk een Franse organisatie, Solidarité Enfants Roumains Abandonnés, SERA, van de Franse bankier François de Combray. En een Engelse organisatie, European Children Trust. En daaromheen zaten de grote Amerikaanse organisaties zoals World Vision, UNICEF, Holt. Holt is het grootste Amerikaanse adoptiebureau. Bethany, dat is ook een hele grote. Die hadden eigenlijk alles. En dan een aantal Fransen. Die hadden gewoon het hele land verdeeld eigenlijk. Het project en alles was gericht op het krijgen van kinderen voor adoptie. En de Roemenen. Ik had dan gesprekken natuurlijk op allerlei niveaus. Van wat kunnen we doen? Hoe zien jullie de dingen? Hoe zien wij de dingen? Hoe gaan we het doen? En dan merkte je dat die Roemenen die konden helemaal niet manoeuvreren. Want die waren helemaal niet meer eigenaar van hun eigen land. Nou, misschien niet iedereen weet je, over die NGO's. Hmm. Die onttrekken zich ook eigenlijk aan de wetten. Omdat aan alles, want die horen niet binnen een land. Dus die zijn een soort vrijstaat op zich. Die NGO's komen steeds terug, ook dus in dit dossier. Ja, dat is echt een soort van extra macht. En in Roemenië was het heel sterk. Ook vooral onder leiding van Bernard Kouchner van Médecins du Monde. Eerst was het Médecins Sans Frontières en later heeft hij Médecins du Monde. Dus eerst zonder grens en daarna de wereld. En die heeft het recht geschapen, dat nieuwe recht dat je bepaalde situaties in een land mag interveneren zonder je aan de regels te houden in een crisissituatie. Maar ja, dat is, ja, wanneer is het een crisissituatie? En nou ja, toen wij dus in 1999, dus 10 jaar na de omwenteling, daar kwamen. Toen was het feit dat die NGO's alles hadden geregeld en Roemenië kon geen kant meer op. En alles was dus afhankelijk geworden van buitenlands geld. Maar dat is niet sustainable, dat is niet... Nee. Hè? Dus heel snel in 2000 heb ik samen met twee collega's, heb ik een nota geschreven. Heel kort, 2 pagina's, want anders heeft niemand tijd om dat te lezen in de grote administratie. En ik uit heb gelegd van, dit moet stoppen. Die macht van die grote NGO's moet stoppen, moet geneutraliseerd worden. Roemenië moet zijn eigen plaats weer terugpakken. Het EU-geld, die 50 miljoen, moet niet naar al die NGO's. Nee. Maar daarmee gaan we, want dat was tot die tijd gebeurd. 150 miljoen was al weggegaan. Ik zeg maar wij gaan het terugbrengen, geven aan Roemenië. En we gaan de lokale kinderbescherming opbouwen. Twee collega's zeiden tegen mij, die me geholpen hebben, want je doet nooit dingen alleen. Het zou dom zijn. Dus we hebben er allemaal overlegd. En die zeiden van, wij gaan met jou ondertekenen. Want als jij dit alleen ondertekent, dan is het einde van jouw carrière. We gaan met z'n drieën daarvoor opstaan. Ja, omdat er ook zoveel natuurlijk... Dat er zoveel kracht is. Kracht en macht. En macht bij die NGO's die ook zoveel geld hebben. En die, daar zitten ook vaak... Het zijn ook vaak fronten voor hele andere belangen. Let's be honest. Dus we hebben dat gezamenlijk ondertekend. En dat is opgevolgd. En we hebben gezegd, ja, adoptie moet ook stoppen. Of in elk geval verminderen. Want dit alles gaat alleen maar om... En hoeveel meer kinderen eruit... Want ze hadden dus een systeem bedacht. In 98. Dat... Die NGO's eigenlijk. Want die hadden ook gewoon... De directeur van de NGO's, Sera, die Franse, was staatssecretaris geworden. En die had een nieuwe wet gemaakt.
overnight. Ja, dat ze weten ook een goede banencarousel. Ja, voilà, precies. Dus ze zitten overal binnen. En ze hadden dus een systeem bedacht dat als je adoptieorganisaties geld naar Roemenië, naar voor de kinderbescherming gaven, kon zijn voor gewoon geld, kon zijn voor training, voor opleiding, kon zijn voor voedsel, kon zijn voor wat je ook maar bedenkt. Maar alle hulp die er naar Roemenië kwam, die werd omgezet in de waarde, de geldwaarde. En dan kreeg je voor elke $50, volgens mij, kreeg je 1 punt. Ik vergelijk het altijd met de bonuspunten bij Albert Heijn. Mm-hmm. Of zo, weet je wel? Piep. Dat je... Dus hoe meer... Dus degene die de meeste punten had, die kreeg dan de meeste kinderen voor adoptie. Maar als je heel veel punten hebt, dan wil je ook kinderen. Dus dat hield in dat je dus effect krijgt, dat je steeds betere kinderbescherming krijgt, want er komt steeds meer geld binnen. Maar er moeten steeds meer kinderen uit. Want als je zegt... Dus dat is niet meer gebaseerd op, nee, op van, oké, deze kinderen, ja, nee, precies, niet gericht op het kind. Nee. Van deze kinderen, nee, hebben geen ouders meer of vallen echt volgens die principes die we hebben gesteld. Ja, dat ze, nee, dat oké, dit misschien betere kans bij met adoptie, maar je creëert daardoor een vraag. Ja, je creëert zelfs een soort van cirkel. Van geld gaat erin, dus er moeten kinderen uit. Dus dat was echt heel pervers. Ongelooflijk pervers. Toen ik dat zag, en ik had natuurlijk politieke economie gestudeerd. En toen ik daar de eerste 2 weken in Roemenië rondliep en dacht van, wat gebeurt hier toch? Ik snap het niet. En toen die François de Combegré, die bankier, die schreef elke 3 maanden dikke rapporten over wat hij vond en over allemaal kinderen en foto's van kinderen en gegevens van kinderen. Het was een soort reisgids of zo. Dat ik dacht van, wat is dit? Hoe kan een buitenlander rapporten maken met foto's van kinderen? En ook foto's van, ik dacht van, bleh. En ik had 1 rapport gelezen. Ik zie me nog zitten in Breda in de tuin. Dat was in de zomer. En dat ik zo'n weekend zo'n rapport heb gelezen en dacht van... En daar werd ook dat puntensysteem beschreven. Ja. Dat ik op kantoor ben gekomen en een noot heb geschreven van, nou, dit is gebeurd en dit kan niet. En toen zijn we dat gaan aanpakken. En dat moet toch bijna iedereen vinden, dit kan niet. Iedereen vond het ook. Ja. Weet je, dat was in het begin was het ook eigenlijk appeltje-eitje. Dat was redelijk gemakkelijk. Dat we zeiden van... En dat was niet alleen wij, hè. De Amerikanen hebben meteen een USA... Ja, State Department heeft een onderzoek laten instellen. En de Franse overheid, de president, heeft een onderzoek laten instellen. Dus ik hoefde verder ook niet veel te doen. Die rapporten kwamen. Ja, oké. Okay, nou, iedereen was het ermee eens. Die zeggen dat ook. Maar toen? En het werd ook allemaal gestopt en zo. Maar toen kwamen... Toen kwamen dus de Italianen, de Fransen. En daarachter zaten de Nederlanders. Maar Nederlanders zijn heel geniepig in dit soort dingetjes. Liet zich nooit zien. Dus nooit een Nederlander die mij heeft opgebeld. Die zei van, laat ze eens praten. Omgekeerd. Ik heb als eerste Nederland gebeld. Een keer het ministerie van Justitie. Mij in 3 uur uitgelegd. 2-3 uur. Van wat het was. Kinderhandel. En ik weet nog dat ik aan het eind... Terwijl ik druk zat te schrijven. Aan het eind gezegd heb van... Dan heb ik maar 1 vraag. Maar waarom doen jullie dat dan? Ja. Waarom stop je daar dan niet mee? Ja. Er kwam geen antwoord op. Ja. En het is dus Amerikanen. Die zei, want eerst kwam er wat je noemt een moratorium. Dat is een tijdelijke stop. Nou, daar kon iedereen nog mee leven. Want iets wat tijdelijk is, dat gaat voorbij. Dus dat gaat het weer open. Maar... Ondertussen waren wij met die 50 miljoen en met de Roemenen bezig om die kinderbescherming echt te hervormen. Het ging heel snel. Je kunt ook heel snel dingen iets veranderen. Draaien. Ja, als je wilt. En ik ben daar ook heel veel zelf geweest. Ik heb met iedereen mijn techniek. De Roemenen hadden een heel laag zelfbeeld. Ja, die waren geknapt. Door al die NGO's en door alles. Wij kunnen dat niet. Wij zijn slechte mensen. En ik kwam dan en zei ik van... Joh, maar dat kan je hartstikke goed en dat gaat helemaal prima. En weet je dat wij ook kinderthuizen hebben en ook kinderen in de pleegzorg? Nee, echt waar? Ik zeg, ja, overal heb je dat. Zeggen, we gaan het gewoon anders doen. En jullie kunnen dat net zo goed als anderen. Want waarom zou je dat niet net zo goed kunnen? Ja. Want als je ooit naar Roemenië gaat... als je ziet hoe die mensen met hun kinderen om
tutten. Heel warm. Oh ja, echt. Dat zijn wij echt wel gewoon... Heel nuchter en wat. Ja, en wat cool. Ja, en hoezo een kind geen muts op of zo. Ik bedoel, weet je wel, in een restaurant alles mag. Ze zijn echt... dat zag ik ook meteen. Hele warme mensen. Dat je zegt van... dat zijn geen mensen die niet met kinderen kunnen. Dat is natuurlijk ook het idee, hè. Maar, dus we hebben heel snel de boel omgegooid. Dus toen werd eigenlijk duidelijk van die adopties hoeven ook niet. En toen was, ik zou bijna zeggen lijden in last, maar toen gingen die adoptiebureaus, want die zagen, zie die adoptiebureaus, die hadden al geld aangenomen. Dus die hadden wachtlijsten van mensen die kinderen uit Roemenië wilden. Maar dat geld konden ze ook niet teruggeven, want dat heb je niet meer. En ja, dus dat moest weer open. En ze hadden ook al heel vaak al kinderen beloofd. Niemand hield zich aan de regels. Ze gingen gewoon kinderen voorstellen en dan gingen ze vervolgens druk zetten op het adoptiecomité om dat kind vrij te maken. Maar toen kwam er een stop. Toen liep alles liep vast. En toen kregen we dus, toen gingen ze emotioneel blackmail eigenlijk naar de commissie en naar de commissaris en ook naar mij eigenlijk. Dus ik kreeg bijvoorbeeld van die Franse NGO Sera 13.000 postkaarten. 13.000. En wat stond daarop? Oh, een fotootje van een kind achter tralies en dan... Ik heb een kans gemist. Ik wil ook een familie en die kaart werd getrokken. Hè? Ja, en allemaal ondertekend door allerlei Franse mensen. En dat was echt enorm. Ik kreeg op een gegeven moment echt dozen op mijn bureau. En dat ik dacht van... ik wilde iemand weten hoeveel het waar. Mijn baas wilde weten hoeveel het waar. Ik denk, ja, ga zeg niet tellen. Nee. En ze zeggen, gaan wegen. Ik heb een stapeltje gewogen toen we gekeken. Ja, oké, 13.000. Maar, en zo kwamen ook uit Italië en uit Duitsland en Frankrijk. We kregen allemaal brieven en blackmail. En toen dat niet hielp, toen wilden ze officiële vergaderingen. Ja, want ook die moratorium was gestopt. Maar ze wilden dus, wij snapten ook wel dat je niet meteen kunt zeggen van niet meer één kind eruit. Want het moet de menselijke maat zijn en je moet elk geval bekijken. Dus de commissie was akkoord gegaan en ook de lidstaten met, nou ja, moet het per geval bekijken en zorgvuldig mee omgaan. Nou, het omgekeerde gebeurde. Er werd gewoon politieke druk gezet. En op een gegeven moment, in 2004... Toen wilde Berlusconi voor Italië, die was EU-voorzitter, die had een politieke deal gedaan. Die kreeg 105 kinderen in één keer. En toen ontplofte commissaris Verheugen en ik ook en het hele parlement. Toen hebben ze alles gestopt. Maar goed, we bleven onder druk staan. En omdat we er niet uitkwamen, wat doe je als je er niet uitkomt als administratie? Toen hebben we een independent panel opgezet van 5 voornamelijk rechters. Waaronder ook Nederland en België en Portugal en nog een paar. Duitsland. We hadden een groot land, een klein land, een katholiek land, protestant land. Nou, zo doe je dat. En dan deze mensen, die hebben de Roemenen verder begeleid met het schrijven van een nieuwe wet. En die zijn in Roemenië geweest. Het was een heel gevecht om die groep te krijgen. Maar ik was er erg blij mee. En die hebben uiteindelijk een rapport geschreven. Want de vraag ging dus, is adoptie kinderbescherming ja of nee? Is het kinderhandel of is het... Als het geen kinderbescherming is, wat het dan is, daar hebben ze het niet over uitgelaten. Maar de vraag ging, is het kinderbescherming? Moet het in een nieuwe wet? Gaan we een nieuwe kinderbescherming oprichten waar interlandelijke adoptie automatisch een deel is van? Of is het helemaal buiten? Is het iets heel anders wat alleen aan de orde is als het iets heel ergs is? Nou, dat was het dus. Dus die groep experts heeft zich uiteindelijk uitgesproken dat adoptie is niet... En het moet geen kinderbescherming zijn. Want het is voor altijd. Het verandert de identiteit van een kind. Ja. En het ook voor de kinderbescherming zelf is het. Het haalt alles uit zijn verband. Want het gaat ineens om een kind te hebben en het gaat niet meer om het kind zelf. Nou ja, daarover. Hebben de Amerikanen toen nog één keer weer een bespreking gewild. Ik heb toen mijn eerste videocall gehad. Dat was het toen helemaal niet. Nee, 2006. Dat ken ik ook nog die tijd. Dat was 3 grote schermen. Ja. En dat is het ene scherm. Heel veel techniek. Een grote paniek. En ook van, oh god, als het maar werkt. En dan één scherm was de ambassade in Boekarest. En de andere was Washington. En dan zaten wij in Brussel. En dat was voor de eerste keer. Dat was echt heel bijzonder. Maar goed, dat ze zeiden, het was wel heel bizar dat we daar met allemaal buitenlanders zaten te praten over kinderen uit Roemenië. Ja.
En daar, ja, dat is eigenlijk een. Ik vond een paar dagen geleden een dossier terug, wat ik daarvoor had voorbereid met mijn collega's voor de deelnemers. Ik was ook een deelnemer. En dat begint altijd als ambtenaar met line to take. Hè, wat is je doel van je bespreking? Mm-hmm. En eigenlijk is je doel altijd dat je het eens wordt. Hè? Daarom overleg je met elkaar. Dat is diplomatie en bureaucratie. Maar deze stond boven line to take, agree to disagree. En het was redelijk uniek dat de EU en dus tegen Amerika zei van sorry, maar we zijn het niet met je eens, punt. Ja. En dus dat was een hele niet fijne vergadering. Na die bespreking kwam er meteen een paar uur later een fax uit Washington van de Secretary of State, die zei van, die zei van dat we zijn zo blij met het goede resultaat dat we het eens zijn. En we hebben dus meteen geantwoord van, nou, we hebben allebei onze posities naar voren gebracht en we agree to disagree. En vanaf dat moment was het stil. Hebben ze gewacht tot Roemenië, dit was van de EU in 2007. En toen is er, ik weet niet wat het is, maar is er ergens een akkoord geweest. En is alles gedraaid en heeft de EU de kinderen losgelaten. En de EU volgt nu, sinds 2007, helemaal het Amerikaanse principe eigenlijk, het Haagse verdrag. Ze financieren UNICEF en al die organisaties. En eigenlijk is alles wat we toen hebben opgebouwd, is gewoon afgebroken. En nu zijn dus landen als Bulgarije, maar ook nu Portugal, worden dus landen waar wij kinderen vandaan gaan halen. En dat is eigenlijk gewoon bizar, want het zijn Europese lidstaten sowieso, die als plicht hebben dat ze gewoon hun sociale beleid op orde hebben. En dan zou je niet moeten zeggen van, maar ze hebben dus nu geaccepteerd weer dat nu is interlandelijke adoptie deel van de kinderbescherming. Dus als je een goedlopende kinderbescherming hebt, dan kun je toch je kinderen als beschikbaar verklaren, omdat je vindt dat die ouders niet snel genoeg de kinderen terug kunnen nemen. Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben zich hier ook over uitgelaten. Ja. In de kindertoeslagaffaire, daar gaan ook allerlei verhalen. Ja, en dat hangt er ook mee samen. Want het is hetzelfde principe, Marlies. Dat na 2004 hebben Amerikaanse organisaties, of heeft Amerika eigenlijk, en Amerikaanse organisaties hebben nieuwe NGO's opgericht, die ook in Nederland zijn gevestigd, is gevestigd, Better Care Network. En het is eigenlijk niks. Ze hebben bijvoorbeeld maar één werknemster, of ja, neemster, voor een half dag. En dat is ook nog vrijwilligerswerk. Dus, maar die bepalen dan eigenlijk in Nederland het beleid. En die hebben dus de Nederlandse regering gelobbyd om te komen tot tot die aanvaardbare termijn. Dus hetzelfde als wat er in Roemenië was. Het houdt in dat als je na 6 maanden je kind niet terug kan nemen, als het een baby is, en een jaar als het gaat om een wat ouder kind, dat je uit de ouderlijke macht wordt gezet. Dat het kind permanent, dat bestond altijd uit de ouderlijke macht, tijdelijk gezet. Maar nu is het gewoon, er wordt niet meer teruggeplaatst. En daarom zijn al die kinderen niet meer teruggekomen. Maar heel dit verhaal, wat jij gaat dus samen, nu vertelt, zo in elkaar. Over Roemenië, dat speelt eigenlijk dus ook rondom de toeslagaffaire. Ja, precies, precies. Ik volg namelijk ouders op Twitter. Ik ook, ja. En die zie je echt totaal radeloos. Maar ook daar kan je weer. Ja, maar ik ben inmiddels in contact met een aantal van de leiders, laat maar zeggen. En ik heb ze dat uitgelegd. En ik probeer nu samen met hun dat bespreekbaar te maken binnen de NGO-wereld. Want die willen daar niet aan dat het door hun fout is gegaan. Maar dat moet een keer transparant op tafel wie wat heeft gedaan. En Ja, het is leuk allemaal transparant op tafel, maar het zal je kind maar zijn. En moet stoppen. Maar wat er bij de Belastingdienst fout is gegaan, jouw kind uit huis geplaatst is. In één keer val je in die wet. Jij weet niet waar dat kind heen is gegaan. In één keer val je binnen die 6 maanden of een jaar. En val je dus in de wet eigenlijk dus van adoptie. Dan in elk geval dat de contact is verbroken. Want in Nederland hebben ze het iets slimmer gedaan. Of iets fijnzinniger gedaan. Dus als dan je pleeggezin zegt na een tijdje van, oh, ik wil het wel adopteren, dan ga je naar de rechter. En dan zegt die rechter, ja, van die ouders heeft hij niks meer te verwachten, want die band is verbroken. Dus er is een achterdeurtje
achter de procedure gemaakt. En ja, ouders, heel veel ouders ook die contact met mij opnemen natuurlijk. Hoe zit dit? En, maar ze weten niet waar ze zijn. Ze hebben dus de laatste 10 jaar is er een lobby opgezet op Europees niveau die alle lidstaten beïnvloeden. En dat allemaal dezelfde kant op gaan. En we moeten dat weer omdraaien. En ik denk dat het begin is er in Nederland. Hè? Waar zie je het begin? Nou, het begin is er in zoverre dat ik heb op een gegeven moment duidelijk gemaakt van die aanvaardbare termijn. Dat is precies wat er in Roemenië gebeurd is. En toen hebben ze toen meteen gezegd van nou, die gaan we binnen 6 maanden eruit halen. En anders doen. Alleen het is dus, ja, dat noem ik dan een begin. Maar het zal in maar zijn. Is die gebeurd, ja. Nou, ik moet er ook niet, ik bedoel, ik moet er ook niet aan denken. En ik kan me ook. En ze worden bijna niet serieus genomen. Maar je zit compleet in een val natuurlijk. Hè? Want als ouders boos gaan worden. Procedurefaal. En de rechtbank die volgt de jeugdzorg. Dus als je een keer uit je dak gaat. Want ik denk als het mij zou zijn gebeuren. Dan zijn gebeurd. En, het, ja, en andere mensen ook wel natuurlijk. Dan ga je toch een keer uit je dak. Ja, of weet je. Zeker. Ja? Als je zou weten, zou je kind terug ontvoeren. Maar ja, daarom doen ze het misschien ook zo moeilijk. Maar het is met geen pen te beschrijven dat kinderen. En ook daarbij moeten we weer ons realiseren dat we zitten in de algemene globale privatisering en commercialisering. Hè? Want die hele jeugdzorg, dat is ook niet meer. Het is nog wel de staat, maar het wordt allemaal uitbesteed op internationale markten. Dus we hebben nu gewoon buitenlandse investeerders die eigenlijk onze jeugdzorg in bezit hebben. En daar ging het in Roemenië en in Europa. Je ziet dat het gaat om zogenaamd om alles samen te coördineren, ta-ta-ta. En het zijn allemaal NGO's en belangenvertegenwoordigers, behartigers. Maar als je erachter gaat kijken, dan zitten er hele grote financiële investeerders achter. Zoals? De grootste investeringsbankiers die kopen dan huizen en jeugdzorg op. Gewoon Goldman Sachs en al dat soort dingen. BlackRock. Ja, BlackRock weet ik niet of die al in de kinderen zit. En Goldman Sachs weet ik. En die willen daar dan ook de bondmarkt in gaan stoppen. En als je dat gaat doen, nou, ik ben daar geen expert in. Dat kan iemand anders beter uitleggen. De bondsmarkt? De bonds, dus dat je daar ook op gaat speculeren. Ik weet wat bondsmarkt is, maar ik dacht, dit meen je toch niet? Ja, dat meen ik wel. Ja, en dat is al aan de gang. En het is doodeng, dat wordt dan als Europa ook aangestuurd. En als je dat gaat zetten op het afhankelijk maken van de rentabiliteit, van de succes van het project, krijg je allerlei hele rare mechanismes. En, ook weer heel pervers. Heel pervers. De nota die ik in het begin had geschreven met 2 collega's, daarvan die begon met: kinderbescherming is een publieke taak. Ja? Nou, we hebben een paar jaar geleden die documenten via de WOP bij Europa opgevraagd. En het is. Ik hoopte nog altijd dat ze niet zelf wisten waar ze bezig zijn. En dat al die dingen wel. Maar toen ik vroeg om die, toen iemand anders vroeg dat het die documenten. Was, ja, of, zo van. Mensen weten niet beter. Ja. Jammer dan, weet je. Ik dacht niet aan een groot complot of zo, weet je wel. Die iedereen daarmee bezig was. Maar toen vroeg ik die documenten op. Mijn nota was helemaal zwart gemaakt. Alleen het woord. Kinderbescherming is een publieke taak. Dat was te lezen. Al de rest is zwart. Dus ze willen. Niks mag meer naar buiten komen. Dus ze weten heel goed waar de pijngrens zit, waar het fout is gegaan. En dat is geen toeval. Ze hebben die grote belangen binnengelaten. Net als bij de banken hebben ze binnen Europa al die grote NGO's en investeerders. En investeerders ook via die NGO's. Ja, hebben ze een plaats aan de tafel gegeven. En meer dan dat. Ik heb de bewijzen. Een machtsgreep eigenlijk. Is absoluut een machtsgreep. Ja, dat zeg je heel goed. Want ik heb door allerlei WOP's ook gewoon bewijs gekregen dat gewoon die NGO's de hele conferences organiseren en de speeches voor de commissaris schrijven.
dat zou zijn alsof Save the Children de speech voor Rutte gaat schrijven of zo. Misschien doen ze dat, hè? Terwijl ik dit met volle verbazing zit te luisteren, denk ik, we moeten dit Engels ondertitelen. Dit moet iedereen horen. Wat een verhaal. Ja. Ja, het is de internationale... Ja, het privatiseren van alles wat ooit publiek was. Is dit een prijs? Zijn onze kinderen de prijs? Ja, ze zijn een commodity. Ze zijn een product. Die aan diensten, waarvoor diensten worden verkocht en verhandeld. En ja, dit is echt heel erg, ja. Nou, we kennen het vanuit de Tweede Wereldoorlog. Daar is dat natuurlijk ook gebeurd. De adoptie, ja, nou, ja, we zien het nu weer met Rusland en de Oekraïne. Waar, ja, dat is nog weer, dat, zo, daar is het eigenlijk al mee begonnen. En dat is nog weer allerlei andere krachten en machten die aan de gang zijn. En dat was dezelfde vraag, hè, aan het eind van, is het dan kinderbescherming? Als je kinderen ergens vandaan haalt, is dat dan kinderbescherming? En tijdens de Tweede Wereldoorlog, er zijn hele imposante documentaires over. Maar natuurlijk, inmiddels is er zoveel studie en onderzoek over gedaan. Maar het gaat over 900.000 kinderen of zo? Of 90.000, 100.000 in elk geval. En niemand weet de waarheid natuurlijk precies. Maar wel heel veel, hè? En die mensen die heel veel leven, of sommige leven, heel, ja, aantal leven nog. En die spreken zich ook uit. Het is echt dezelfde verhalen als geadopteerden nu vertellen. Maar na de Tweede Wereldoorlog heeft, was het Nuremberg-proces. Hè? En daar is het eigenlijk misgegaan. Want daar is dus de uitspraak gekomen dat het kinderbescherming was. Ja. En geen crime against humanity or genocide. En op basis daar hebben de geadopteerden nu last van eigenlijk. Want dat voorbeeld wordt nu, zegt iedereen, ja, maar jullie zijn ook, hè, dat is kinderbescherming en je hebt het goed terechtgekomen, dit en dat. Terwijl op hetzelfde moment, nou, we zien nu dat schijnbaar in Rusland kinderen uit Oekraïne verplaatst naar heropvoedingskampen. Om ze te volgens te laten adopteren. En dat lijkt dan erg op wat, als het waar is. Want ja, in de oorlog weet je niet precies wat gebeurt. Veel, ja, het is nooit precies. Maar het zou best kunnen. En nu roept iedereen dus dat genocide is. En a crime against humanity. En nou, dan moeten we dan denk ik ook... Ja, we moeten even terugkijken dan. Dat we met één boodschap spreken. Want we kunnen niet zeggen, de ene oorlog is het wel goed, de andere oorlog is het ineens. Dus we moeten, misschien is het moment dat we met z'n allen herijken. Gaan kijken. Herijken, ja. En dat we de kinderen en de kinderrechten overal teruggeven. Roelie, ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik hoop dat het een beetje... Het is een ingewikkeld verhaal. En nou, je hebt het fantastisch verteld. Heel helder. Maar ook we zijn een beetje uitge... Ik ook, ja. Een beetje emotioneel, ja. Ja, ik weet dat het mij trekt altijd het bloed uit mijn handen, ja. Och joh. Heel heftig verhaal, maar dankjewel. Jezus, ja. Wat een verhaal. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.